Dit is deel 2 van wenteltrefjes maken. Ik doe ze bijna op de pan. Dan gaat hij in de pan. De eerste duurt altijd het langst. En ja, ik doe het gewoon maar 1 voor 1. Ja, en nu mogen jullie daarheen kijken. Hoppakee. En dan doe ik weer het vuur aan. Want ik deed even het vuur uit. Ja, oké, okay, het staat aan en dan ga ik beginnen met het echte recht. Ik laat het eerst even leggen. En dan het moet natuurlijk geen ei worden, dat is het belangrijkste. Dus ik kan weer fondsen ontwikkelen. Want alles mislukt het. Als ik de eerste klaar heb, doe ik de tweede. Het wordt echt prachtig, moeten jullie zien. Echt. Oh. En als ik hem af heb, doe ik hem op Martijn van de Herfans. Een foto van daar. Dus. En op Facebook. Dus. Moeten jullie zien wat prachtig. Maar het bakt maar niet. Het wordt mooi. Maar ik denk dat het nog niet goed is. Dat denk ik. Nou, ik vind het goed zo. Er zitten kleurtjes op en dat moest. Dus bon appétit. Ja. Voor de kijkers die jaloers zijn, ik doe nu de tweede. Of voor mijn moeder bewaak ik er ook lekker een op. En op internet staat ook het recept en in een kookboek volgens mij ook. Maar dit was mijn vlog. Doei!